de moord op Stephanie Flores, maar Joran van der Sloot krijgt daar nu nog 18 jaar cel bij, omdat hij vanuit de gevangenis in Peru cocaïne smokkelde. Misdaadverslaggever John van Heuvel. John, hoe krijg je dat voor elkaar vanuit de gevangenis? Ja, dat is natuurlijk iedere keer weer de vraag bij Joran van der Sloot. En ook de vraag hoe hij zich toch iedere keer weer zo in de nesten kan werken. Want dat is toch wat er is gebeurd. Hij heeft een lange tijd in Chalapalca-gevangenis gezeten, de beruchte gevangenis van Peru. Daarna is hij eigenlijk wegens goed gedrag min of meer overgeplaatst naar een mildere gevangenis in Juliaca. En vanuit daar is hij begonnen met een handel in cocaïne volgens het Openbaar Ministerie. En heeft hij via de zus van een medegedetineerde echt grotere hoeveelheden cocaïne de gevangenis binnen laten smokkelen. En dat distribueerde hij dan naar andere gevangenen, maar ook naar bewaarders. Maar uiteindelijk slaagde hij er ook in om cocaïne weer in postpakketten naar buitenlandse adressen te sturen. En daar had hij een hele lucratieve handel mee. Alleen het Openbaar Ministerie of Justitie eigenlijk kwam daarachter via een verklikker in de gevangenis. En het bewijs wat uit dat onderzoek naar voren is gekomen heeft er nu toe geleid dat hij tot 18 jaar extra gevangenisstraf is veroordeeld. Ja, daar doet ons toch een beetje de oren klapperen. Intern gebruik kun je nog iets bij voorstellen, maar dat hij het ook extern verscheepte, dat is toch wel heel bizar, hè? Ja, dat is wel weer redelijk inventief, moet ik zeggen. Ik heb wat stukken gelezen over hoe dat dan in zijn werk ging. En daar maakt hij toch ook wel weer gebruik van het fenomeen corruptie in Zuid-Amerika. Hè? Dus ook bewaarders die in het complot zitten. Medegevangenen, iedereen pikte daar een graantje van mee. Maar uiteindelijk schijnt hij toch mensen niet of onvoldoende te hebben betaald voor hun diensten. Ja, en dan slaapt je verrader nooit, zeker niet in de gevangenis. En lijkt hem dat nu noodlottig te zijn geworden. Justitie heeft een deal gesloten met de zus van die medegedetineerde. Die heeft een lagere straf gekregen. En die heeft eigenlijk de hele boel verlinkt. John, wat zegt het over de persoonlijkheid van Joran? Dat hij ook vanuit die positie weer geslaagd is om mensen voor zijn karretje te spannen. Je moet toch wel bepaalde organisatieskills hebben, hè? Ja, hij is natuurlijk de ultieme survivor. En ik heb hem een aantal keren opgezocht in de gevangenis. Al in 2010, toen hij pas vast zat. En toen viel me al op, toen was hij 23 of zo, of 22. En toen viel me al op hoe makkelijk hij kan schakelen, ook onder hele moeilijke omstandigheden. En hij was toen al, en toen zat hij eigenlijk pas een paar weken vast vanwege de moord op Stephanie Flores. Maar hij wist al dat hij een lange gevangenisstraf zou krijgen. Was hij al bezig met het geven van Engelse les aan gevangenbewaarders en aan medegevangenen. En daar verdiende hij ook geld mee. En daardoor kreeg je ook meer faciliteit in de gevangenis. En dat is een beetje de rode draad in zijn leven. Hij weet altijd wel weer er bovenop te komen. Maar hij slaagt zich er ook altijd weer in enorm in de nesten te werken. Hij zal nu ongetwijfeld teruggaan naar een strenger regime? Ja, daar zit hij al. Hij zit nu weer in de Chalapalca-gevangenis. Dat is een gevangenis op 5000 meter hoogte in het Andesgebergte. Onder echt Spartaanse omstandigheden. Ook daar heb ik hem wel eens opgezocht. Ik heb even kort contact met hem gehad via zijn advocaat. Hij berust eigenlijk in zijn lot. Overigens is het zo dat in Peru je uiteindelijk maar maximaal 35 jaar gevangenis kan krijgen. Dus hij heeft dus 28 jaar voor die moord op Stephanie Flores. Er komen nu 18 jaar bij op papier. Maar in de praktijk betekent dat hij er eigenlijk 7 jaar bij krijgt. Dus dat hij in totaal 35 jaar vastzit. Maar dat houdt wel in dat hij pas in 2045... uiteindelijk de gevangenis zou kunnen verlaten. En hij zegt zelf dat hij ervan overtuigd is dat hij nooit meer levend de gevangenis zal verlaten. Nee, want hij heeft toch nog die straf voor de moeder van Natalie Holloway die heeft afgeperst of gechanteerd? Ja, dat speelt ook nog bij hem. Dus de kans is nog heel reëel dat hij na het uitzitten van zijn straf nog alsnog naar Amerika wordt uitgewezen. Dus ja, het perspectief voor hem ziet er gewoon niet best uit. Maar goed, daar heeft hij zelf ook naar gemaakt natuurlijk. Ja, om een of andere reden zullen we nooit uitgesproken raken over Joran van der Sloot, denk ik. Nee, hij weet toch iedere keer weer het nieuws te halen, meestal in negatieve zin. Maar je ziet toch ook altijd wel dat mensen wel willen weten hoe het met hem gaat. Daar verbaas ik mezelf ook wel eens over, want ik krijg toch altijd nog wel vragen over hem en over zijn lot. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het mysterie Natalie Holloway, dat nooit is opgehelderd. Dus in die zin denk ik dat dit niet de laatste keer is dat we van Joran van der Sloot gaan horen. Tot slot, John, denk jij dat, los van de cocaïnehandel nu en de moord in Peru, denk jij ooit dat hij die oplossing, in ieder geval dat hij gaat vertellen wat er gebeurd is,
voor zover hij dat weet, op Aruba misschien ooit als een joker zou gebruiken? Ja, dat zou kunnen. Kijk, hij heeft natuurlijk niks meer te verliezen, zou je zeggen. En dan maakt het in principe ook niet meer uit om uiteindelijk misschien jezelf nog eens extra te belasten. Maar het is onvoorspelbaar. Ik denk het eerlijk gezegd wel. De zaak heeft mij nooit losgelaten, moet ik eerlijk zeggen. En dat is ook de reden dat ik al die jaren wel contact met hem ben blijven houden. In base a lo que usted señala, el presidente debe estar entonces doblemente preocupado. Doblemente preocupado. Y además, he tomado conocimiento y lo voy a investigar, porque yo tengo 25 años de abogado y la mitad de fiscal, que la actual ministra de Cultura habría asesorado al clan Orellana, a Gerardo Oropesa y a Joran Van de Sloff. Y hay múltiples registros de la actual ministra de Cultura, ¡cultura! Al penal de Chayapalca. So Yoran, we're with ABC News in the US. Yoran, you have anything to say to us, Yoran? They send him to a place called Castro.